Het importeren van muziek vanaf een audio CD. U heeft in het voorgaande filmpje kunnen zien hoe we eenvoudige MP3 en WAV files die al in uw pc op de harde schijf staan in de mediapool en de tijdlijn kunt slepen. Wilt u muziek gebruiken die op een audio CD staat, dan moet u die als WAV- of MP3-bestanden in de PC opslaan. Wings Platinum heeft daarvoor een comfortabele oplossing. Gaat u in de taakbalk naar MediaPool en kies hier Nieuwe bestanden maken. In het dan geopende menu kiest u onder de kop Audio voor Audio CD. U kunt hier selecteren welke audiofragmenten u naar de harde schijf wilt kopiëren. Met de Play-button rechts kunt u de muziek ter beoordeling vooraf beluisteren. Kies in welke map u deze muziek wilt opnemen via de verkenner rechtsboven in dit menu. In de regel basisbestandsnaam kunt u eventueel de titel van de CD invullen. En als uw PC aan het internet hangt, kunt u zelfs de traktitels automatisch oproepen indien de gebruikte CD in de databank van het internet aanwezig is. Ten slotte kiest u voor het opslagformaat MP3 of WAV. Klikt u nu op de rode opname-toets, dan wordt de muziek in de PC opgeslagen en in de Mediapool in de map Audio geplaatst. Bij lange muziekstukken heeft u misschien maar een klein fragment nodig. Met de groene pijltoetsjes kunt u het op te nemen fragment selecteren van begin tot einde, waarbij bij het indrukken van de opnameknop alleen die geselecteerde passage wordt opgenomen. In de Media Pool Map Audio ziet u de opgenomen files staan.